Vorige week zagen we in Rotterdam hoe bemanning en passagiers een duik namen in de Atlantische Oceaan. Deze week reizen we van Kaapstad langs de schitterende Zuid-Afrikaanse kust naar Mauritius. Cameraman op dit traject is Luc Tettero. Kaapstad, op de kade speelt een kinderorkest. Hartverwarmend, maar echt tijd om ervan te genieten heeft de bemanning niet. Kapitein Gerben heeft andere zorgen, want er moet flink onderhoud worden gepleegd nu het schip 7 maanden onderweg is. Wat je ziet met zo'n schip dat zo lang op zout water heeft gezeten, dat er uit die ankerkluis, die kluispijpen waar die ankers hangen, dat er allemaal roestwater loopt. En dat kun je natuurlijk op zee allemaal niet bijhouden. Dat moet je doen in de haven. En daarnaast zijn er allerlei kleine en grotere technische klusjes die je, als je de kans hebt, wilt aanpakken voor je er, laten we zeggen, op zee mee te maken krijgt dat iets ermee ophoudt. Ook de Tekla en de Europa, de twee schepen die samen met de Oosterschelde de wereldreis ondernemen, ondergaan groot onderhoud. Daarna zullen de schepen gedrieën uitvaren. We hebben erg hard gewerkt de afgelopen 10 dagen en ik heb ook wel de bemanning behoorlijk opgezweept, zou je kunnen zeggen. En dat is niet altijd leuk, ook niet altijd leuk om te doen. Maar het fijne is dat je weet dat het schip weer goed is en geschikt voor die reis. En daar gaat het natuurlijk toch maar om. Want als ik thuis ben, als ik zelf niet vaar, eerlijk gezegd is dat voor mij moeilijker dan zelf wel varen. Want ik wil ook het vertrouwen hebben dat het allemaal goed gaat met deze schepen. Want het is en blijft een reis rond de wereld met een zeilschip. En daar zitten een keer risico's aan. Gerben gaat de komende etappe niet mee. Kapitein op deze reis is Bernd Vollmer. Zijn eerste taak is het organiseren van een open dag op het schip. Matroos Ben is onder de indruk van sommige Zuid-Afrikaanse bezoeksters. Daarna is het tijd om voldoende voorraden in te slaan voor de reis. Ook matroos Jana gaat dit traject niet mee. Ze gaat een reis door Zuid-Afrika maken. Ik denk, ik heb gewoon de kans om aan de andere kant van de wereld even te zien. Hoezo zal ik naar huis? Het huis is er al 20 jaar en het gaat er nog zeker 80 jaar blijven. En op zich verandert daar niet zo heel veel. Iedereen heeft natuurlijk zijn kleine dingetjes, zijn werk. En, maar om daar nou, daar hoef ik nou niet voor thuis. Ik vind het gewoon een eenmalige kans dat ik hier ben en dat ik hier ook gewoon, makkelijker kan het bijna niet. Maar ik begon ook te varen omdat ik de wereld wou zien. En dat het zo uit zou komen op mijn 25e. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Dus ik ben wel een fucking lucky bastard. Swimming around my head.
Aan boord mensen van heel verschillende achtergrond. Maarten bijvoorbeeld, we zagen hem ook op het vorige traject. Hij is bankier. Kirsten is student tandheelkunde. Allebei laten ze hun veilige leventje voor maanden achter zich. We hebben het vaak zo, precies zoals we het hebben willen. En we zijn wat dat betreft heel erg gestabiliseerd. En dan kom je op zo'n schip en dan is het helemaal anders. Je zit met mensen die dingen proberen te vergeten aan boord. Je zit met mensen die juist een heel leven voor zich hebben aan boord. Dat is allemaal heel erg leuk. Aan boord maken passagiers en bemanning veel samen mee. Deels zijn het mensen die elkaar op de vaste wal nooit zouden hebben leren kennen. Op straat zou ik jou denk ik wel zo voorbij lopen, ja. Terwijl aan boord. Jammer. Aan boord. Maar waar. Aan boord moet je wel. Maar voordat we verder gaan, de route van dit traject. Het eerste stuk van de komende reis kan moeilijk zijn tegen de sterke Agulha-stroom langs de oostkust omhoog. Een stroom van warm water, extreem warm water, 24 tot 26 graden, die hier langs de Afrikaanse kust botst op die koude, steenkoude Atlantische Oceaan. Extreme temperatuursverschillen dus. Tel daarbij op dat de wind en de stroming elkaar tegenwerken. En dat is het recept voor een gevaarlijke situatie, de zogenoemde freak waves. En ik rijd dus iets heel geks, die zee die gaat zich tegen elkaar opduwen, die zee die stroomt 5 knopen die kant op, die wind die zegt ho. En dan kan je dus golven krijgen die dit gaan doen. Golven die soms extreme hoogtes kunnen bereiken, waar het schip zeker niet op berekend is. En er zijn ook schepen vergaan in dit gebied op zogenaamde freak waves. Om een dergelijk risico volledig uit te sluiten, blijft de Oosterschelde zo dicht mogelijk langs de kust. Totdat het schip buiten het bereik is van die gevaarlijke freakwaves. En dan Pal Oost. Freakwaves, het klinkt spectaculair, maar stuurman Maarten zit er niet op te wachten. Voorlopig blijft het rustig. Nou, ik had echt zoiets van, nou, dit wordt pittig. Maar tot nu toe gaat het erg goed. En nou, zo vind ik het helemaal niet zo erg. Kijk, voor elke zeiler is het natuurlijk wat om een kaap te ronden. Nou, om met Kaap de Goede Hoop te beginnen, dat is toch een leuke, denk ik. En ik probeer er alles uit te halen wat erin zit. Kaap de Goede Hoop. Het is een van de drie kapen die de Oosterschelde op deze wereldreis zal ronden. Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin en Kaap Hoorn. Kirsten is jarig, ze wordt 22. Iedereen zingt voor haar, maar ze komt niet uit haar hut tevoorschijn. Jullie stonden allemaal te zingen en ik lag nog met mijn oordoppen in. Dus ik heb de helft heb ik niet gehoord. De kok van de Oosterschelde is op deze trip Fernandi. Ze vaart al jaren en al die tijd was werken op de Oosterschelde een droom voor haar. Nou, dan had ik wel zoiets van, als je op de Oosterschelde terechtkomt, dan heb je het helemaal gemaakt. Nou ja, en daar zit ik dan hier. Dus misschien heb ik wel gemaakt. Tijdens de reis wordt er ook gevist om bemanning en passagiers van vers voedsel te voorzien.
Het levert, heel plotseling, een heftig tafereel. Rabba! Mes, mes! Achteraf praten de passagiers er onderling over. Als ze zwemmen, als ze in het water zitten, hebben ze een hele felgele kleur. Fluogeel bijna. En als je ze uit het water haalt, dan verkleuren ze. En dan worden ze een soort mat zilvergrijs. Opeens is dat gele er helemaal af. Als hij hem doodt, dan verliest hij zijn kleur. Heel snel. En dan op 3 minuten tijd is hij gewoon een soort mat zilver. We moeten eten. Dus we kunnen het iemand anders laten doen. Of we kunnen het ook zelf doen. Ik vind dan altijd het veel eerlijker dan dat je het zelf doet. Het is toch wel heftig dat je zo'n mooi groot beest doodmaakt om op te eten. Ja, maar ik vind het een veel groter probleem dat we elke avond de kipfilets uit de Albert Heijn halen. En we hebben nog nooit een kip een nek omgedraaid. Dat vind ik een veel groter probleem. Als mensen dat zouden doen, dan zouden ze veel bewuster vlees eten. En waarschijnlijk ook veel minder. Ja. Ik denk dus dat dat anonimiseren van eten, hè, dat je niet meer weet wat er eigenlijk gebeurt, dat vind ik veel triester dan het feit dat hier een vis, een prachtige vis, die je nu ziet verkleuren op dat scherm, dat die naar binnen gehaald wordt en doodgemaakt wordt. Ja. Je begint aan een reis en voor mij was het de allereerste keer zo op de oceaan. Sowieso buiten Europa dat ik in mijn eentje op reis ging. Eigenlijk weet je er niks van. Ik weet wel het een en ander van zeilen op de Noordzee, op het IJsselmeer. Maar dat kan je totaal niet vergelijken met de oceaan. Dat is zoiets anders. En dan komen er eigenlijk iedere dag is zo nieuw en anders. En ja, dan zo'n vis. Dat is dan ook iets wat je toch... Dat zie je dan opeens direct voor je. Je ziet dat gebeuren. Maar het enige verschil is dat je normaal gaat naar de supermarkt. Koop je daar je visje. En nu vang je hem. En dan eet je hem dan op. Maar van tevoren wist ik niet dat ik dat soort dingen zou gaan doen. En na 5 weken bereiken de schepen Mauritius. Question.